Dag beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering. Deze gaat over weekmakers. Want een hoop mensen die hebben iets tegen plastic. En als je dan gaat vragen, wat heb je dan tegen plastic? Dan krijg je het antwoord van, ja, weekmakers. Nou zit niet in iedere plastic weekmakers. En niet iedere weekmaker is een giftige stof of een hormoonverstoorder. Bij uitstek de plastic waar we weekmaker in kunnen verwachten is PVC. PVC is een veelgebruikte kunststof. Dat heeft een aantal redenen. Zoals het is makkelijk te verwerken op allerlei manieren. Dat realiseert niet iedereen zich, maar bepaalde plastics kun je op bepaalde manieren verwerken. En een hoop plastics kun je echt maar op een beperkt aantal manieren verwerken. Dus je kunt er niet alles van maken op dezelfde manier. En soms kun je het er gewoon helemaal niet van maken, datgene wat je van plan bent. Maar bij PVC is van alles mogelijk. Dus je ziet het in een heleboel toepassingen weer terugkomen. Maar inmiddels wordt het ook door veel andere nieuwe materialen vervangen. Waar kom je onder andere PVC tegen? PVC gaat vaak onder de naam vinyl. Dus dat kennen we van de oude langspeelplaten die nu weer opkomen. Die jonge mensen heel erg populair zijn. Je komt het tegen op de grond dus ook als vinyl. Ja, weet je, dat is weer een marketingfiguur die ertussen is gesprongen en heeft gehoord. Hoe heet die stof? Zegt de techneut die zegt van ja, dat is PVC. Ja, schrijf dat eens op. Polyvinylchloride. Zegt nou, poly wil ik niet horen en chloride, klinkt ook eng. Dan pakken we het tussenstuk, vinyl. Ja, dan zegt die techneut die zegt van ja, maar er zijn nog veel meer stoffen die zijn vinyl. Want je hebt bijvoorbeeld ook houtlijm, dat was in die tijd, was dat polyvinylacetaat. Dat is dan ook in principe vinyl. Ah! Nou, jij kunt weer weggaan, zegt die marketeer tegen die techneut. En zo is vinyl gelijk gemaakt aan PVC. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat, want er zijn een heleboel verschillende soorten vinyl. Nog wat. Goed. PVC kom je heel veel tegen, ook in draadjes, dus de isolatie van de draadjes. En je kunt het ook een beetje horen, als je dus met je vinger er langs gaat. Het heeft een weerstand en dan ineens, en dat hoor je. Ja? Rubberboten zijn niet gemaakt van rubber, maar die zijn van zacht PVC. Dus er zit dan meer weekmaker in, om het zachter te maken. Want PVC zonder weekmaker kun je nergens voor gebruiken. Het is echt dankzij weekmaker dat je met PVC iets kunt. PVC pijpjes voor de elektriciteit, die zijn natuurlijk ook van PVC. Vroeger had je kunstleer, dat was dan een laagje, een soort textiel aan de achterkant. En dan was er een laagje schuim, polyurethaan schuim of zo. En daarbovenop lag dan weer zacht PVC met een mooi profieltje en kleurtjes erin, zodat je, oh, het lijkt net echt leer. Niet echt, maar goed. En ook als je daar met je vinger langs ging, krijg je hetzelfde effect als je met het draadje. En wat er gebeurt bij dit soort draadjes, ik heb er eentje, die is helemaal vettig. En dat moet zijn, omdat de PVC weekmaker eruit komt. Dat is dan in 70% van de gevallen is dat een ftalaat. En ftalaten, die heb je misschien wel eens een keer gehoord. Dat zijn stoffen die hormonen verstoren. En dan zeg je van, ja, maar ik heb toch genoeg hormonen. Ja, dat kan er wel wezen. Maar je kunt er ook nog kanker van krijgen. Dat zeggen ze dan niet, want dat klinkt niet zo leuk. Ze zeggen ze hormoonverstoorder. Dus hou er even rekening mee. Dus het komt er langzaam uit. En bij dat kunstleer, wat ze tegenwoordig bijna niet meer. Kom je niet meer tegen en zo. Dan merk je dus ook
dat op een gegeven moment ging dat schuren. Dat is omdat die weekmaker eruit gaat. En waar blijft die weekmaker dan? Gaat die dan de lucht in? Nou, je ruikt wel heel typisch bij PVC die rubberbootlucht. Ook van strandballen en luchtbedden en dat soort dingen. Dus die typische lucht. Ik denk dat dat van de weekmaker is. Maar verdampen, daarvoor is die stof eigenlijk te zwaar, te groot. Dus dat zal niet snel gebeuren, verwacht ik. Maar je wrijft er met je handen en met je kleren de hele dag langs. Dus het wordt wel ergens opgepikt. Dus uiteindelijk zit het dan gewoon aan je handen of aan je bloed of zo. En dan komt het langzamerhand, als je dan weer boterhammen eet, komt het naar binnen. Dus niet echt geslaagd idee. Jaren terug had je, dat heette toen Scooby-Doo-touw, dat weet niemand meer natuurlijk, maar goed. Dat was een soort springtouw, dat is eigenlijk ook vaak PVC. En daar kwam heel veel weekmaker uit. Ik zeg, ik heb dus ook nog USB-verlengkabel en die voelen helemaal vettig aan. Nou, dat moet dan wel de weekmaker zijn. En nogmaals, dat is dus voor bijna 70% zijn het ftalaten, zoals DEHP, diethylhexiel ftalaat. P is eigenlijk pH, hè? Dus die Engelsen doen dat nog steeds. Die hebben het ook over fosfor. Moet je anders uitspreken dan fosfor. Fosfor. Goed, ftalaten. Ftalaten. En dat is dus niet goed. Maar dat wil dus niet zeggen dat alle weekmakers dit soort hormoonverstorende stoffen zijn. Je hebt trouwens ook nog andere ftalaten, hè, dan die ik net even noem. Dit is ook niet. Dat zijn ook ftalaten. Het is net als trouwens een petfles. Dat is ook polyetheen. Teren, ftalaat. Dus ik ben niet dol op petflessen. Het is trouwens geen weekmaker, want dan zit het echt in de polymeer, dus de keten, hè, waar dat is een scheikundige, allemaal moleculen aan elkaar gehaakt, noemen we keten, en dat wordt de kunststof. Kijk, hier hebben we, dit is waarschijnlijk, dat is dat van de klinkfolie, weet je wat, dat huishoudfolie noemen ze dat dan in Nederland, dat blijft overal aan plakken. Nou, dat is niet een eigenschap die je van iedere kunststof mag verwachten, maar PVC doet dat wel. Dat vroeger trouwens nog van die mapjes, van die insteekmapjes, weet je, waar je een A4'tje in deed, was van iets wat je gekopieerd had. En als je dan na jaren eens een keer die kopie uit dat mapje haalde, dan bleven de letters gewoon aan de binnenkant van dat mapje plakken. Ik denk ook omdat die weekmaker er weer uitkomt en dus die letters in die letters gaat zitten van het kopieerproces. Dus die blijven, nou hou je nog genoeg letters over aan het papier, maar dat is ook herkenbaar. Dat is inmiddels vervangen, want volgens mij zijn al die mapjes nu wel van polyetheen, polyethyleen, polypropeen, heel misschien. Maar goed, maar je kunt overigens niet zeggen dat alle folie een weekmaker heeft. Trouwens, even nog terug, dit heeft dan waarschijnlijk gewoon geen ftalaat als weekmaker, maar iets anders. Een adipaat of zo. En daar hoef je niet over in te zitten. Ik heb het gevraagd aan de leverancier en die zegt van, nee, voldoet aan alle eisen. Ja, maar dat was de vraag niet. Ik wilde weten, welke weekmaker zit erin? Je krijgt gewoon geen antwoord, hè? Okay. Dus, en omdat ik wilde mijn kaas smaakt naar kaas en niet naar weekmaker, ook al is het een ander dan ftalaat, heb ik deze folie er nog maar bij gekocht. En hier blijft niks aan plakken. Want dit is polyetheen, polyethyleen. En daar maken ze ook lijmdopjes van. Want het plakt niet. Ja. Dus je kunt ook niet zeggen dat alle kunststof dus weekmaker bevat. Maar PVC bij uitstek wel. Er zijn ook stoffen, kunststoffen, daar verwacht je van, daar heb je geen weekmaker voor nodig. En kan het er toch in zitten, omdat dat gevraagd is door de gebruiker.
En dan gaat zo'n fabrikant, die doet het er dan gewoon maar in. Of er is over onderhandeld. En neem een materiaal als ABS. Dat is dus eigenlijk acrylonitriel, butadien, styreen. Dat is een hele goede kunststof. En ik heb daar stage in gelopen. Dat was mijn eerste stage. En toch hing er in die fabriek een tank met weekmaker. Ik verwacht niet dat ze dat iedere keer hebben gebruikt. Maar ze zullen een klant hebben die dat aanvaardt. Of zelfs graag wil. Want anders hing die er niet. Dus, maar het is niet te verwachten. Oké, okay. Dat is precies dus die weekmaker waar ik het net over had. En even nog, want als je dus bij cosmetica oplet dat er geen parabenen in zitten. Dus je ziet soms op het etiket methylparaben. Dat zijn dat soort paraben. Dat zijn parabenen. En bij mij weten ze dat ook ftalaten. Dus dat heb je dan nog steeds. Dus als je dat dan voor plastic heel belangrijk vindt, dan moet je het uit de cosmetica ook houden. Goed. Wat ik zeg, PVC is makkelijk te herkennen aan dus die rubberbootlucht. Dus ook van strandballen en zo. Je ruikt het direct. Als je dus een nieuwe strandbal straks, die krijg je ergens van een bedrijf of zo. Haal je uit de verpakking en dan ruik je die typische lucht. Nou, dan weet je dat het PVC is. En je kunt dus ook kunt voelen. Je moet een heleboel plastic moet je leren gewoon voelen. Als je zegt van, ik weet nu, eronder staat vaak ergens welke plastic het is. Ik heb hier, even kijken hoor, dit is natuurlijk mijn lenskap. Dit kan ABS zijn of een vorm van polystyreen, denk ik. Nou, vette pech. Nu staat het er natuurlijk weer eens een keer niet onder. Maar een heleboel staat dus wel onder. Is het dit van de batterij? Nee, er staat ook weer niks in. Ja, soms moet je even aftasten. Maar er zijn dus maar een beperkt aantal kunststoffen. En zie je dus PVC. Nou, dan weet je dat het PVC is. Doet er dan wat mee? Voel dan. Ruik dan. Het zijn materialen, hè? Nou, op die manier. Dus ga niet overal een weekmaker in verwachten. Want bijvoorbeeld een materiaal als polyethyleen. Het is die folie, maar het is ook bijvoorbeeld het materiaal van drinkflessen zoals van de dopper. Dus het doorzichtige gedeelte wat kristallijn is. Dus niet doorzichtig, maar wel licht doorlatend. Daar zit geen weekmaker in. Het witte gedeelte van de dopper is dan weer ABS. Dat is dus eigenlijk weer dit spul. Weet je, als ik daar wakker van lag, dan had ik niet zelf twee doppers. Nog mooier is roestvrij staal of glas of steen. Wat let je om steen te gebruiken? We dwalen af. Let erop. Vooral bij PVC. Dan heb je kans op weekmakers. En die zijn niet zo goed. Niet zo gezond. Voor bepaalde toepassingen. Hè? Dat was het.